Oké, de Shure MV88 Plus, dit pakketje, heb ik al een tijdje in gebruik. Ik ben daar super tevreden van. Dat is ideaal voor het opnemen van geluid met een smartphone. Oké, soort van handig veronderstel ik, maar om de een of andere reden is mijn telefoon, nee beter mijn Fujifilm X-E3 waarmee ik aan het opnemen was, de microfoon is uitgevallen. Maar hier ben ik dus ik ga een voice-over doen met de Shure MV88 microfoon, met de nieuwe microfoon. Dit is een Manfrotto Pixie statief dat je in de videokit krijgt van de Shure MV88 Plus. Dus dat is de nieuwe versie, daar krijg je dat Pixie statief bij, dat is super handig. Ik gebruik dat ook om de camera vast te houden bijvoorbeeld, of om de microfoon op de tafel te zetten. En dan als je het mapje uitrolt, dan heb je allemaal de Shure aanduiding hier, allemaal verschillende compartimentjes waar dat al de verschillende stukken in opgeborgen zitten. Er zit onder andere hier, dit is zo een soort van klem, een telefoonhouder die je dus om je telefoon kunt klemmen, om je telefoon vast te houden in die zin. En dan zit aan de ene kant een statiefbevestiging waar dat statief die Manfrotto onder andere oppast, en aan de andere kant een flitszoenhoudertje waar dat dan dit stukje op gemonteerd kan worden. En dat is een houdertje eigenlijk, dus dat kun je dus ook op de flitsschoenhouder van een camera plaatsen. En daar past dan deze, wat eigenlijk de echte microfoon is, die past daar dan in. Met een aanduiding van links en rechts, dat die op de juiste manier erin ligt. En dan het verschil met, dus dit is de MV88 Plus, dus dat is de nieuwe versie. Waar dat de vorige versie enkel geschikt was voor iOS, dus een Lightning connector die er direct op zat, heb je hier al die extra's. Plus dat op deze microfoon heb je hier vanachter een USB-connectie. En een microfoon als een hoofdtelefoonaansluiting ook. En het is die USB-connectie die dan. Dus hier, dat is een Lightning-poort van iOS. En dan heb je eigenlijk een kabeltje om een verbinding te maken tussen deze USB-connectie. Je hebt twee kabeltjes. Je hebt één kabeltje voor iOS, dat is deze, de Lightning. Maar je hebt ook nog. Dus dat is de Lightning. Maar je hebt ook nog een ander kabeltje dat je meegeleverd krijgt met USB-C. En zo kan je dus diezelfde microfoon ook gaan gebruiken voor Android-telefoons. Op zich ben ik van heel dat gebeuren heel tevreden. Ik gebruik dat echt veel. Maar het is wel redelijk wat werk. Dus wat ik meestal doe is dit opstellen bijvoorbeeld. Zo op tafel en dan plaats ik daar de microfoon op om zo mijn podcast op te nemen. Maar je moet natuurlijk, het grootste nadeel van heel dat ding is dat je alles moet verbinden. Plus dat ik hier nu recent die quadlock verbinding heb achterop mijn telefoon, een verdikking die op dat hoesje geplakt is. Waardoor, en daar had ik eigenlijk beter over moeten nadenken toen ik dat ding daarop geplakt heb. Maar het probleem is dat ik nu met die smartphonehouder, die kan ik alleen nog maar op de zijkant plaatsen, deze kant of deze kant. En dus niet meer in het midden voor goed evenwicht. Wat ik meestal nu doe, is die dus aan de andere kant plaatsen, zo. En dan film ik zo met de achterste camera hier, dus dat werkt allemaal wel. En zo kan ik hem nog gebruiken, ondanks die verdikking. Maar ik had er gewoon beter moeten over nadenken als ik dat ding daarop geplakt heb, dat ik dat meer aan de zijkant had geplakt. Dan had ik waarschijnlijk wel nog genoeg ruimte gehad om die dingen, om dat statiefhoudertje te gebruiken. Dus dat is volledig mijn fout hoor. Maar dat heeft mij wel doen beslissen om toch de oude, de Shure MV88 ook te kopen, omdat ik toch een iOS-gebruiker ben. Dus dat is eigenlijk de voorloper van die andere. Nu staat er ook bij, deze is enkel geschikt voor iPod, iPhone, iPad. Ook niet alle iPads, alleen maar de iPads met de Lightning-kabel nog. Dus het gaat erover dat het een Lightning-kabel is. Dat verbindt dus rechtstreeks op die telefoon. Maar verder is dat juist dezelfde functionaliteit. Het is gewoon compacter en gemakkelijker om mee te nemen. Dat was voor mij heel het gebeuren. Dan moet ik alles niet aan elkaar hangen hier en opzetten en doen. Ik kan dat er gewoon van achterin prikken en ik ben vertrokken. Dus het is net iets gemakkelijker om mee te werken. Deze heb ik trouwens via baxmusic.be zit, denk ik. Een winkel voor muziekinstallaties en zo. Koptelefoons, microfoons, van alles. Voor 150, ik denk niet dat je hem nog via Shure zelf kunt kopen. Ik denk dat op de Shure website alleen nog maar die
nieuwe versie te koop is. Op eBay vind ik hem ook wel voor 130 euro, heb ik gezien, vanuit Duitsland en Frankrijk. Nieuw. En ik denk, als je een beetje rondkijkt, dat we inderdaad tweedehands kunnen ze ook vinden, maar ze gaan nog vrij snel weg. Dit is een microfoonkabel ofzo. Ah ja, ik denk dat je dit kunt gebruiken. Wacht, ik zal het een beetje zien. Er staat hier een aanduiding van een firmware versie. Die dingen je kunt de firmware updaten via de app. Maar dat vraagt hij dan gewoon automatisch. Man, wat een vervelende verpakking. Ah, ik vermoed ja, oké. Moet ik er in zijn heel uithalen. Zie nu waarom dat ik geen unboxing video's maak. Allee. Oké, er zit ook weer een soort zakje. Oh, dat is handig. Dat is wel handig aan deze, aan heel dat set gebeuren, dat daar zo dat hoesje bij zit. En hier zit er ook zo een handig tasje bij. En zo ziet het ding eruit. Dus gewoon een, dat is het voornaamste, die, als dat wil focussen, die lightning connector. Het is wel ook lichter hoor dan die. En nu snap ik ook wel nog niet wat dat die kabel doet. Het is een audiokabel. Het is gewoon een verlengkabeltje van 3,5 mm stereo audio jack. En wat heeft dat te maken met dit ding? Kun je dat daarop verbinden ofzo? Ja, ik zie niet wat de connectie is met dit ding. Misschien dat er hier iets bij staat. Nee, dat is gewoon garantie. Allemaal tekst. Hier ook niks. Ja, dan hok ik dat dit is voor iPhones die nou een 3,5 mm audio connector hebben. En als je dit dan erop verbindt dat die connector niet meer vrij is en dat je dat daarmee oplost. Iets in die zin. Geen idee. Nu, wat dat iedereen wil weten is natuurlijk of dat goed past. Ja. Dat is perfect. Dat is geen enkel probleem in combinatie met dat hoesje. Je ziet hier dat ik nog genoeg speling heb. Aan beide kanten. Het enige wat dat wel vreemd is, naast het feit dat hem niet kan focussen, ja, dus het vreemde is wel, een swivelvoet staat er hierop, maar het is, de swivelbeweging is dit, dat is de swivelbeweging, dus dat is een vrij beperkte swivel. Ik krijg direct de melding voor de telefoon te ontgrendelen. En als ik de Share app even open, dan heeft hij mijn nieuwe ding al gevonden. Zo lijkt het te werken. Er brandt hier ook een lichtje. Waarop dat je kunt zien dat hem actief is. Maar ik heb de indruk dat als ik hem zo monteer, dat hij niet werkt. Ja toch, ja. Oké. Handig.